Ja, voorzitter, ik dacht dat de VVD en D66 ook in een coalitie zaten, dus dan raak je ook wel heel erg benieuwd naar de onderhandelingen van afgelopen jaar. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Voorzitter, het gaat vandaag om een Europese top. Aanstaande donderdag en vrijdag, en deze top zal waarschijnlijk ook in het teken staan van migratie en vluchtelingen en misschien ook een beetje over de Brexit. En afgelopen zondag was er ook een informele top in Brussel, ook over migratie. En deze top lijkt niet veel te hebben opgeleverd. En wat het meeste opviel, voorzitter, is dat 12 van de 28 landen niet eens aanwezig waren. En dat zijn eigenlijk precies die 12 landen die geen bijdrage willen leveren aan het oplossen van het vluchtelingendrama. Die landen vertonen een schrijnend gebrek aan internationale solidariteit, voorzitter. Zoals ik vorige week donderdag al zei, er lijkt zich een asociale halfring te ontwikkelen aan de zuidoostkant van Europa. Landen die geen vluchtelingen meer willen opvangen. Malta, Italië, een deel van Duitsland, Beieren, Oostenrijk, Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Polen, Litouwen, Letland, Estland. Deze landen willen alleen maar de lusten van de Europese Unie, maar niet de lasten. Deze landen hebben in een verder en recenter verleden geprofiteerd van de Europese Unie en alle voordelen die daarbij horen. Ze hebben geprofiteerd van de structuurfondsen, cohesiefondsen, EFRO-fondsen. Ze hebben, voor zover het eurolanden zijn, geprofiteerd van de 2500 miljard euro van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Ze hebben geprofiteerd van de handelsvoordelen van de douane-Unie en de interne markt. Maar toen in 2015 en 2016, in 2017 en 2018 boten op de Middellandse Zee dolden en vorig jaar nog zo'n 650.000 vluchtelingen naar Europa kwamen, gaven deze landen niet thuis. Zij weigeren simpelweg vluchtelingen op te nemen en Hongarije, voorzitter, gaat daarin het verst. Door een hek met prikkeldraad op te richten, omzeilen zij de vluchtelingen verdragen. Immers, een vluchteling kan pas asiel aanvragen als hij het desbetreffende land weet te bereiken. Dus ja, als je dat onmogelijk maakt, dan hoef je als land geen vluchtelingen op te nemen in de logica van Hongarije. Dit land maakt het nog extra bond door hulp aan vluchtelingen strafbaar te stellen. En voorzitter, het moet gewoon niet gekker worden. Denk vindt het dan ook goed dat Hongarije nu wordt aangepakt met een artikel 7 procedure, net als Polen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het verlies van het stemrecht in de Europese Raad. Dit is weliswaar om een andere reden dan de vluchtelingen, namelijk vanwege het uithollen van de democratische rechtsstaat. Voorzitter, een aantal vragen aan de minister-president. Deelt de minister-president de mening dat de Europese Unie een unie zou moeten zijn van solidariteit? Deelt de minister-president de mening dat de Europese Unie niet alleen een unie van lusten zou moeten zijn, maar ook een unie van lasten wanneer het erop aankomt? Deelt de minister-president de mening dat de asociale landen van de Zuidoostring gekort moeten kunnen worden op de Europese gelden die zij ontvangen? Kan dit worden meegenomen in de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader? Deelt de minister-president de mening dat we hier conditionaliteit zouden moeten invoeren? Geen vluchtelingen, dan ook geen geld. Deelt de minister-president de mening dat het zich onttrekken aan het opnemen van vluchtelingen zou moeten kunnen leiden tot het verlies van stemrecht? Voorzitter, de eerder genoemde logica van Hongarije wordt nu ook door anderen, waaronder president Tusk en onze eigen minister-president Mark Rutte, eigenlijk op net iets andere manier in de praktijk gebracht. De gedachte is, zorg dat vluchtelingen geen voet op Europese bodem kunnen zetten. Dan hebben ze ook geen recht op een reguliere asielprocedure. Het idee is om vluchtelingen op zee te onderscheppen en ze dan naar speciale selectie- en ontschepingskampen te brengen aan de Afrikaanse kust. Daar mag dan asiel worden aangevraagd en afgewacht. Maar voorzitter, deze plannen zijn vaag. Er circuleren meerdere versies. Frankrijk en Spanje denken dan toch weer aan vergelijkbare kampen, maar dan in Europa. Anderen hebben het over Albanië, maar die laatste varianten nemen het verdrinkingsgevaar natuurlijk niet weg. De Afrika-variant is ook nog niet bepaald uitgewerkt. Zo is het totaal niet duidelijk of de Afrikaanse kampen daaraan überhaupt mee willen werken. Daarom de vraag aan de minister-president, welke landen in Afrika willen concreet meewerken aan de plannen die op tafel liggen, die overigens vaag zijn. Voorzitter, een laatste punt, dat gaat over de aanzuigende werking. En vaak is dat jargon die door rechtse politieke partijen wordt gebruikt. Elke keer wanneer een initiatief ontstaat in een gemeente in het land, dan wordt door vaak rechtse colleges aangegeven, ja, nou, dat moeten we niet doen hier, want dat heeft een aanzuigende werking. Voorzitter, ik ben benieuwd of dat argument van de aanzuigende werking ook besproken wordt in de Europese Unie.
Ik ben heel benieuwd hoe de minister-president dit ziet. Immers is het idee dat deze kampen zeer goede omstandigheden zouden kunnen. Als we eurocommissaris Oettinger moeten geloven, dan zien we dat er gezondheidszorg komt, goed onderwijs voor kinderen. Dat zijn ook dingen die wij enorm aanmoedigen. Maar voorzitter, kan de minister-president dan ook uitsluiten dat deze kampen vol zullen stromen met mensen? En wat dat dan zal gaan betekenen voor het draagvlak in die Afrikaanse landen. Dank u wel. Die we eigenlijk helemaal niet kennen. Voorzitter, ik dank u vriendelijk.